In zijn huidige vorm bestaat de provincie Zeeland in 2014 200 jaar. En er waren in de geschiedenis een aantal families die een belangrijke rol speelden. Een van die families was de familie Schorer. En hier, op de grens van land en water, bij Fort Rammekens, begint ons verhaal. In 1547 werd dit fort gebouwd. Het werd gebouwd bij de haveningang van Middelburg. Het heette dan ook Zeeburg of Rammekens en het beschermde de haven van Middelburg. De reden van Rammekens werd in die periode heel bekend. En het fort heeft in de loop der tijden heel veel meegemaakt. In 1810, en we zitten dan midden in de Franse tijd, vallen Engelse troepen het eiland Walcheren binnen. Dat hadden ze goed gezien, want Walcheren is natuurlijk heel strategisch gelegen. Maar een jaar later waren de Engelsen alweer vertrokken. En Napoleon bedacht het oude fort om te toveren in een nieuwe vesting. De deuren achter mij zijn de verblijven van de soldaten. Het zijn de kazematten waar de troepen van Napoleon in gehuisvest werden. In die Franse tijd was Jacob Hendrik Schorer burgemeester van Middelburg. En Schorer kreeg zowel met Lodewijk Napoleon als met diens broer keizer Napoleon Bonaparte te maken. De familie Schorer komt van origine uit Duitsland. Van daaruit trokken ze eind 16e eeuw naar Zeeland. Het was een familie van handelaren. Maar ze klommen al snel op tot stadsbestuurders. Zo waren heel wat leden van deze familie burgemeester van Middelburg. In deze film belichten we twee personen uit de grote bestuurdersfamilie Schorer. Jacob Hendrik Schorer en Johan Willem Meinhard Schorer. En als eerste ga ik praten met een directe afstammeling van Jacob Hendrik Schorer. Dag Hugo. Ja, dag Peter. Welkom in dit prachtige huis. Dankjewel. Ja, je weet, normaal gebruiken we deze ingang eigenlijk niet, maar nee. Voor iemand van de familie Schorer maken we natuurlijk graag een uitzondering. Dankjewel. Kom binnen. Oké. Ja Hugo, nu zit natuurlijk het Zeeuws Archief in dit mooie gebouw, maar het was ooit van een voorvader van je, hè? Ja, dat was Jacob Hendrik Schorer, ja. Mijn bed overgrootvader. Oh, dat is inderdaad ver weg. Ja, ja, ja. En die leefde hier, woonde hier van 1794 tot zijn dood in 1822. Nou hebben we nog steeds zaken van de familie Schorer, want het familiearchief is hier natuurlijk ook. Ik stel voor dat we daar eens even naar gaan kijken. Lijkt me een goed idee. Hier zijn de archieven van de families en personen. Ja. Nou kijk, families, ja. Personen, SCH, Schorer. Ja. De Schorer zit, ja, hierin. Ik ga even, okay, voor je. Ja, is goed. Dan moeten we helemaal naar achteren, want daar begint het archief van de familie, ja, Schorer. Dat begint eigenlijk hier al. Oh, ja. Kijk, familie, ja, Schorer, hier. Ja. En dan loopt dat helemaal door zo, ja, deze kant op. Dat is, ja, ook allemaal nog archief van de familie, ja, ja, Schorer. Okay. En dan lijkt het, ja, me leuk, Hugo, als we deze doos eruit halen. Want hier zit het dat dagboek, ja, in van jouw bed overgrootvader. Je mag het zelf meenemen. Oké, dankjewel. Ja. Nou,
Ja, we zullen hem eens gaan openmaken, deze doos. Want hier zit dat bewuste dagboek in. Overigens, maar dat weet jij natuurlijk, deze prachtige kamer is ooit Lodewijk Napoleon op bezoek geweest. Dus we zitten ook nog op historische grond. Ja, op bezoek bij Jacob Hendrik. Bij Jacob Hendrik, ja. Bij jouw voorvader. Ja, toen hij burgemeester van Middelburg was. Precies. En toen heeft hij ook Napoleon ontmoet. En dat staat in dit dagboek. Hè? Kun je hier eens iets over vertellen? Want dit komt uit bezit van jullie familie. Ja, dat dagboek dat heeft hij geschreven toen hij burgemeester van Middelburg was. Ja. Zo 1809, 1810. En het was in bezit van mijn vader. Ja. En op zijn initiatief is het uitgegeven door het Zeeuws Genootschap. Ja, nou zag ik net hier een briefje. Uitgave dagboek J.H. Schorer, tekst 155 bladzijden, voor een totaal van 4500 euro, als ik het gulden is dat nog F, maar dat was in... Dat was in 1963. Oké. Okay. Ja, en toen was ik 17 en toen heb ik het ook gelezen. Aha. Maar er is me niet veel meer van bijgebleven, behalve die bekende ontmoeting van Jacob Hendrik met keizer Napoleon. Aha, daar gaan we het dan eens even over hebben, maar we gaan eerst eens even openvouwen. Oh, dat ziet er keurig geschreven uit, zeg. Ja. Mijn denk- en handelwijze, mijn ontmoetingen, aanmerkingen sedert invasie der Engelsen in Walcheren in juli 1809 tot den 5 december 1810. Ja, dus 1809, 1810, net wat je zei. 5 december 1810, toen is hij afgetreden als burgemeester. Aha. Toen zag hij het niet meer zitten. Toen waren de Fransen dus de baas op Walcheren. Ja. En die hebben toen enorm bezuinigingen doorgevoerd. Dus hij zei, ja, als we dat moeten opbrengen, dan doe ik het niet meer. Dus hij... Afgetreden? Ja, dus heeft hij zijn ontslag genomen. Ja. Ja, het was wel natuurlijk een hele moeilijke tijd voor hem. Hè? Hij was eigenlijk een burgemeester in oorlogstijd, zou je kunnen zeggen. Ja, dat is het inderdaad. Dus hij moest een beetje schipperen ook. Ja. Hij had altijd het idee, ik blijf aan, zolang ik nog goede dingen kan doen voor de inwoners van Middelburg en kwade dingen kan voorkomen. En als dat niet meer gaat, dan stop ik hem. Ja. Hij was van huis uit was het een orangist natuurlijk. Hij was voor de prins van Oranje, neem ik aan. Of... Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo precies. Hij had niet zo hele duidelijke politieke opvattingen. Hij was niet extreem de ene kant op of extreem de andere kant op. Hij was wel heel integer en plichtsgetrouw, want... Hij had een eed van trouw gezworen aan koning Lodewijk Napoleon. Hè? En toen de Fransen kwamen, in eind 1809, toen moest hij een eed van trouw zweren aan keizer Napoleon. Mm-hmm. En dat heeft hij geweigerd. Wat heeft hij geweigerd? Hij heeft gezegd van, ik ben nog niet ontslagen uit mijn eed van trouw aan koning Lodewijk Napoleon, dus ik ga nu niet een eed zweren terwijl ik nog een andere eed ook heb lopen. Consequente man. En dan heb ik deze, en dat is natuurlijk toch ook wel heel mooi, dat is die, die lofrede toen hij overleden was, hè? Ja, precies. Ja. Toen heeft de kanter, die heeft toen een heel verhaal gehouden over wat hij allemaal gedaan had. En dat noemden ze dan een lofrede en dat is ook uitgegeven. Ja, het is gedrukt, het is een gedrukt boekje. Ja. Lofrede op den hoogwelgeboren heer Jonkheer Jacob Hendrik Schorer. Hij was in leven, was hij commandeur van de Orde van de Nederlandse Leeuw, oud-gouverneur der provincie Zeeland. En hier, Hugo, zit in de bijlage, weet ik, van dit boekje, moet ik even bladeren, zit ook een heel verhaal over de ontmoeting van jouw illustere voorvader met Napoleon, hè? Ja. Even kijken, we hebben hem te pakken. Dit is het. Ja, precies, ja. Kun je daar wat over vertellen? Ja, nou, Napoleon, Middelburg was dus bezet door de Fransen. En Napoleon die zou op werkbezoek komen in Middelburg. Mm-hmm. Jacob Hendrik Schorer die stond buiten de poort om de keizer op te wachten. Toen kwam er een heleboel mensen kwamen eraan.
Toen had hij eerst nog, zag hij niet wie Napoleon was, want Napoleon had niet zijn, die had geen keizerlijke outfit aan. Nee, die was altijd heel eenvoudig gekleed, hè? Ja. Dus hij sprak iemand anders aan, dat was natuurlijk niet zo best. Nee. En vervolgens had hij door wie Napoleon was en toen wou hij hem de sleutels van de stad aanbieden. Mm-hmm. Maar Napoleon was erg boos en die zei, ik wil die sleutels helemaal niet en wie bent u eigenlijk? Toen zei hij, ik ben de burgemeester van Middelburg. En Napoleon zei, de burgemeester van Middelburg is een grote schurk en die moet zwaar gestraft worden. Nou, leuk entree. Ja. Want hij had die sleutels ook aan de Engelsen aangeboden. Ah. En dat vond Napoleon dus helemaal niet zoals het moest. Nou, iedereen was erg onder de indruk. Napoleon was meteen weer weggegaan. Jacob Hendrik die ging naar het stadhuis en heeft daar meteen die avond een heel verweerschrift opgeschreven. Dat hij helemaal geen schurk was? Precies. Dat heeft hij de volgende dag aangeboden aan Napoleon. En daar heeft hij dus heel duidelijk gezegd van, ik weet dat mijn lot is in uw handen. U kunt doen met mij wat u wil. Maar het enige wat ik gedaan heb, is handelen in het belang van de burgers van Middelburg. Dat heb ik altijd gedaan, dat zal ik blijven doen. Mm-hmm. En toen is het vervolgens toch eigenlijk weer redelijk goed gekomen. Aha. Tussen die twee. Napoleon waardeerde dat dus? Ja, die kon dat wel hebben, ja. Ja. En een van die generaals die bij dat werkbezoek ook bij was, die zei zelfs van, ik heb hetzelfde dat ik meegemaakt heb dat Napoleon zo is toegesproken. Kijk. Dat kon hij waarderen. Ja, mooi. Dus mooi. Ja, dat vind ik ook wel. Dat tekent ook overigens wel Jacob Hendrik Schoorer. Want hij nam zich geen blad voor de mond. Hij was dus niet bang. Nee, het was een moedige bestuurder. Ja. Toen heeft hij dus zelfs gedaan gekregen dat Zeeland een apart departement van, Frankrijk dus. Hè? Was allemaal ingelijfd bij Frankrijk. Ja, onderdeel van het keizerrijk. Dus een apart departement van het keizerrijk zou worden met Middelburg als hoofdstad. De Middelburgse abdij is al eeuwenlang het centrum van de Zeeuwse politiek. En Schoorer ging hier ook naartoe. Nadat hij burgemeester van Middelburg was geweest, werd hij namelijk commissaris van de koning, oftewel gouverneur. Hallo Janine. Dag Peter, zullen we naar binnen gaan? Lijkt me prima. Ik spreek met Janine Dekker. Zij is historica en ze is met name gespecialiseerd in de 18e en de 19e eeuw. Janine, Jacob Hendrik Schoorer die werd van burgemeester van Middelburg commissaris van de koning, als ik het goed zeg. Gouverneur heette dat in die tijd. Ja, midden 19e eeuw zijn ze dat commissaris van de koning gaan noemen, maar toen heette het nog gouverneur. Een beetje Vlaams doet het. Op zijn Vlaams inderdaad. Ja. En was dat vergelijkbaar met de huidige functie? Ja, het is wel vergelijkbaar, maar hij had wel meer macht. Dus hij kon over meer dingen zelf beslissen. Je moet hem echt zien als de vertegenwoordiger van de koning. We zijn als Nederland net een koninkrijk geworden, een monarchie in die tijd. Ja. En hij was de vertegenwoordiger van de koning in de provincie. Waren dat mensen uit vooraanstaande families? Ja, die kwamen zeker uit belangrijke families. Daar werd ook naar gezocht. Dus in de kring rondom de koning heen, dus de adviseurs van de koning, werd gekeken van welke mensen zijn betrouwbaar, betrouwbare bestuurders, om het koninkrijk en de macht van de koning daarin goed te vertegenwoordigen. Ja, dus het is een hele belangrijke functie ja, dus. Ja.
En hoe stond Zeeland er eigenlijk voor in die tijd? Nou, Zeeland stond er slecht voor. We hadden natuurlijk in de 17e eeuw een periode van grote bloei gekend. In de 18e eeuw ging dat nog heel lang door. Maar met de komst van de Fransen in 1795 is dat eigenlijk heel snel afgelopen. Het ging echt goed snel neerwaarts. Economisch, dus de handel waar Middelburg ook altijd op had geteerd, Vlissingen ook trouwens. Die zakte in. En dat betekende ook dat er veel mensen wegtrokken uit de stad. Dus ook daaraan, ze hadden echt met leeglopen ook van die steden te maken. Dus het ging slecht. De landbouw deed beter. Dus dat was nog wel een beetje een goede welvaartsbron voor Zeeland. Ja. Ja, maar dat die stedelijke handel zo inzakte, dat deed met name natuurlijk ook de regenten in de stad. Dus de belangrijke mensen in de stad deed dat... Zeer. Dat is begrijpelijk. Er lag dus een mooie taak voor Schorer. Ja, zeker. Ja, dat was ook wat hij zichzelf absoluut ten doel stelde. Hij wilde de economie weer opkrikken en dat allemaal ook vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel ook naar de Middelburgers en de Zeeuwen zelf. Dus ook de mensen die in de provincie woonden, dat betekende echt iets voor hem. Daar wilde hij iets goeds voor doen. Lukte dat, denk je? Is hij erin geslaagd? Of heeft hij dat werk niet kunnen voltooien? Nee, daar is hij te kort, denk ik, voor gouverneur geweest. Dus hij is in 1817 ziek geworden. En toen is zijn schoonzoon hem ook heel snel opgevolgd. Hij heeft nog wel de opening van het nieuwe havenkanaal kunnen meemaken in Middelburg. En daar heeft hij zich erg sterk voor gemaakt. En dat is hem ook gelukt. Alleen dat nieuwe havenkanaal heeft uiteindelijk niet de opbloei van Middelburg teweeggebracht die hij er misschien van had gedacht. Nog even over de beweegredenen van Schorer. Zijn achtergronden, zijn drijfveren, kun je daar nog wat over zeggen? Ja, hij deed het, dat spreekt ook uit zijn memoires, hij deed het echt voor de mensen, voor de bevolking van de inwoners van Zeeland. En dat moet je ook een beetje in zijn tijd zien, hè, want hij was natuurlijk in de eerste plaats vooral een bestuurder. Ja. Maar hij vond ook dat hij vanuit die rol dus zorg droeg voor de mensen, voor de bevolking, die in feite aan hem was toevertrouwd. En dat is iets wat je al in de 18e eeuw tegenkomt hoor, bij bestuurders in de Republiek. Dus in feite was het niet iets nieuws, maar hij droeg juist die mentaliteit door naar de 19e eeuw en het nieuwe koninkrijk. Ja, dat lijkt me een hele goede opvatting van zo iemand. Hoewel, je noemde zijn schoonzoon als opvolger, hè? Ja, maar dat zijn die twee dingen. Dus aan de ene kant zijn ze een soort bestuurlijke dynastie hier zo. En aan de andere kant, vanuit die bestuursopvatting, zijn ze wel bezig met het goede te doen voor het vaderland en voor de provincie en voor de mensen die daar wonen. Maar ze vonden wel dat eigenlijk alleen zij als bestuurders daartoe in staat waren. We blijven nog eventjes in het provinciehuis, want behalve de ambtenaren en allerlei vergaderzalen is hier natuurlijk ook de kamer van de commissaris van de koning. Dat is de heer Han Polman en ik ga eens even kijken of die tijd voor ons heeft. Meneer Polman, voelt u zich nou eigenlijk de baas van de provincie? Ja, een baas is iemand die er echt in uiterste instantie over gaat en de knopen doorhakt. Zo voel ik me niet. Ik voel me meer ambassadeur van Zeeland. Dat is dus ongeveer anderhalf jaar ambassadeur. Bevalt dat? Bevalt zeer goed. Het is een ambt wat dankbaar is. Je kunt veel doen. Mm-hmm. Samen met mensen. Het ambt is in de loop van de eeuwen natuurlijk ook gedemocratiseerd. Maar de kracht van het ambt ligt in het verbinden van mensen, van organisaties. En toch helpen stimuleren dat je een gezamenlijke koers met elkaar hebt. Dat ook bewaken en daarop elkaar aanspreken. Ja, wat doet de commissaris van de Koning precies? Nou, commissaris heeft volgens de wet, grofweg gezegd zou je kunnen zeggen, drie taken. Hij is voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. De commissaris is ook voorzitter van Provinciale Staten, dat is het parlement van de provincie. Ja. En de commissaris heeft een aantal wettelijke taken, ook als rijksorgaan. Hij is niet alleen provinciaal orgaan, als voorzitter van die twee
instellingen. Mm-hmm. Maar hij heeft ook een aantal wettelijke bevoegdheden vanuit de Rijksoverheid. En die hebben bijvoorbeeld betrekking op een rol bij het benoemen van burgemeesters. Die hebben betrekking op een aantal toezichthoudende verantwoordelijkheden, toezichthouden op de veiligheidsregio, in relatie met de politie. En dat betekent dat vanuit dat pakket van die drie functies de commissaris zijn rol kan invullen. Is de functie eigenlijk inhoudelijk veranderd? Ik bedoel, heeft u dezelfde soort taken nog als Schorrer in de tijd had? Nou, je zou kunnen zeggen dat er één belangrijke ontwikkeling in die 200 jaar heeft plaatsgevonden. En dat is dat het ambt van commissaris zich meer heeft ontwikkeld naar de provinciale kant. Schorrer was echt een commissaris, een gouverneur als rijksorgaan. Kreeg zijn opdrachten van het Rijk, van de koning ook niet te vergeten, heel belangrijk. Mm-hmm. En de commissaris heeft nu nog steeds rijkstaken, maar is toch steeds meer in de loop van die jaren ontwikkeld naar een orgaan wat een provincietaak heeft. Hoe word je eigenlijk commissaris van de koning? Is dat gewoon een kwestie van solliciteren? Ja, ook dat is inmiddels verregaand gedemocratiseerd. Mm-hmm. Je schrijft een brief, een sollicitatiebrief. Ik wil graag commissaris worden. Met een cv. En die brief die stuur je naar de majesteit. In praktijk gaat hij naar die minister van Binnenlandse Zaken. Die gesprekken heeft met kandidaten om ze ook op benoembaarheid te toetsen. Mm-hmm. En die minister die bespreekt met de vertrouwenscommissie van de provincie. En dat is een commissie van provinciale staten. Bespreekt hij de sollicitanten en overlegt over de sollicitanten. En uiteindelijk bepaalt die vertrouwenscommissie van provinciale staten welke kandidaten voor een sollicitatiegesprek worden uitgenodigd. En uiteindelijk is het zo dat provinciale staten een aanbeveling maakt voor de regering die uiteindelijk benoemt. Maar degene die wordt aanbevolen door de staten wordt benoemd in de regel. En dat betekent dat wij zouden kunnen zeggen dat we ons kunnen voelen als een verkozen commissaris. We zijn officieel benoemd, maar ik voel dat ook zo. Provinciale Staten heeft mij gewild en dat is dus belangrijk om te weten. Er is een overeenkomst met Schorrer, want jullie waren allebei eerst burgemeester en toen commissaris. Ja, ik ben 12 jaar burgemeester geweest. Eerst in Noordwijkerhout in Zuid-Holland en daarna in de stad Bergen-op-Zoom in Brabant voordat ik commissaris werd. Het helpt wel, merk ik, in praktijk. Ja, is bestuurlijke ervaring is belangrijk, neem ik aan. Ja, het is in die zin, er zijn collega's die allerlei soorten ervaringen hebben. Ook collega's die van buiten het openbaar bestuur komen. Maar ik vind het voor mij persoonlijk prettig dat ik al wat langer in het openbaar bestuur heb gewerkt. Als ambtenaar bij de Rijksoverheid, als ambtenaar bij een gemeente. En als bestuurder, als burgemeester in twee steden. Ja, het maakt je rijker. Dat je weet hoe het openbaar bestuur functioneert en dat je dat openbaar bestuur ook op verschillende niveaus en in verschillende functies hebt meegemaakt. Dat geeft mij wel kracht om een ambt goed, zo goed mogelijk te vervullen. En tenslotte, bestaat Zeeland nog over 200 jaar? Er zullen altijd discussies zijn over grenzen van provincies, over de toekomst van dat middenbestuur. Ik denk dat het middenbestuur echt heel belangrijk blijft als integrerende factor. En Zeeland, ja, dat is land in zee, is een unieke omgeving, een unieke delta. In welke vorm en hoedanigheid ook, maar Zeeland zal altijd zijn. Aan de rand van Middelburg, aan de Koudekerkseweg, ligt de buitenplaats Torenvliet. Een heel mooi 18e eeuws buiten in een park. In het begin van de 20e eeuw heeft Jan Huizinga hier gewerkt aan zijn Herfsttijd der Middeleeuwen. Huizinga was getrouwd met Mary Vincentia Schorrer en de familie Schorrer was dan ook eigenaar van dit prachtige buiten. Het is een goede plek om opnieuw een gesprek aan te gaan met Hugo Schorrer. Ja, we lopen hier in Park Torenvliet, Hugo. En hoe voelt dat nou? Want dat buitenhuis was ooit van een voorvader van je natuurlijk. Ja, het was begonnen met Jacob Hendrik. Hè? Die heeft het in zijn bezit gekregen. En daarna is het ongeveer 150 jaar in bezit van de familie geweest. Ja, zo lang? Ja, ja. Dat is natuurlijk wel bijzonder, ja. Ja, ja. Mijn ouders die vertelden mij dat zij nog voor de oorlog
hier een kopje thee gingen drinken bij, ja, dat was toen dan Huizinga. Een plaatje, hè? Ja, ja, ja. Bij Jan Huizinga gingen zij op de thee. Ja. Zo, ja, ja. De beroemde historicus. Ja, de beroemde historicus. Ja, die was getrouwd met een schorer, hè? Maar goed, het is niet meer van jullie familie. Nee. En de familie is inmiddels, ik denk, is dat 200 jaar geleden in de adelstand verheven? Ja, augustus 1814. Ja, door koning Willem I. Aha. Ja. En hoe voelt dat nou, Hugo, om lid van de adelstand te zijn? Ja, kijk, het is een beetje dubbel. Mm-hmm. Aan de ene kant ben je trots op het feit dat je lid bent van een familie die, ja, die toch een vooraanstaande rol heeft gespeeld. Ja. In Zeeland dan in dit geval. En daardoor in de adelstand is verheven. En aan de andere kant heb ik soms het gevoel dat mensen je dan niet helemaal nemen zoals je bent. Hè? Omdat ze denken van, oh, die is van adel, wat hè? Ja, 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 hoe zou dat ja. zijn? Als we nog eens even teruggaan naar Jacob Hendrik, wat zou je nou kunnen zeggen, wat is eigenlijk zijn verdienste? Nou ja, Jacob Hendrik heeft Middelburg natuurlijk wel door een hele moeilijke tijd geleid. Hè? Ja, die Franse tijd, oorlogstijd eigenlijk. Hij komt op mij over als een erg integere bestuurder. Mm-hmm. Komt uit zijn verhalen komt dat duidelijk, vind ik, naar voren. Ja, dat is natuurlijk ook belangrijk voor zijn kinderen en voor zijn kleinkinderen. Hij had een kleinzoon die ook burgemeester van Middelburg is geweest. Van 1887 tot 1907. Dat was de schoonvader van Huizinga. Ja, precies. Ja, oké. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nou, integer, inderdaad, voorbeeldfunctie. Daar kunnen sommige huidige politici misschien nog wel een puntje aan zuigen. Ja, er zijn natuurlijk veel van die kwesties nu, hè, die spelen. Ja, ja. Nou ja, en verder de haven. Hè, hij heeft zich erg ingezet voor de nieuwe haven van Middelburg. Mm-hmm. Ja, dat Zeeland bestuurlijk zelfstandig is gebleven als provincie, zou je ook kunnen zeggen. Nou, die hele discussie hebben we nu ook weer. Ja, ja, ja. Ja, dat is grappig, hè? De geschiedenis herhaalt zich. Ja, 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 precies. Het leuke is natuurlijk dat vooral dat dagboek dat het uit is gegeven, hè, waar we het al over gehad hebben. Ja, daar krijg je een prachtig beeld van hoe die was. En ook met al zijn twijfels die hij had, hè, over doe ik het wel goed en hoe moet het nou verder met Middelburg. Ja. En ja. Bijvoorbeeld, hij heeft ook erg zijn best gedaan om te zorgen dat de Engelsen het eiland Walcheren niet onder water zouden zetten toen ze zich hebben teruggetrokken in 1809. En bij de terugtrekking van de Fransen in 1813 speelde weer hetzelfde. Die speelden ook met de gedachte om Walcheren onder water te altijd zetten. Altijd die inundaties. Ja, in 1944 is het echt gebeurd. Ja. Ja, ja, oké. Okay, dus het is nou een heel menselijk iemand. En iemand die als een integer bestuurder naar voren komt. Ik vind dat wel een heel mooie, toch een mooie eindconclusie, hoor. Ja, zeker. Andere tijd, een andere plaats en een andere persoon. We hebben het nu over Johan Willem Meinhard Schorer, een achterneef van Jacob Hendrik Schorer. En hij werd hier in Nieuwe Sint-Joosland, een klein plaatsje in de buurt van Middelburg, in 1859 burgemeester. ...1882 staat hier boven de ingang van de kerk van Nieuw- en Sint-Joosland. Het is de periode waarin er van alles aan de hand is in ons land. Zo zeg maar tussen 1850 en 1890 probeert men Nederland op te stoten in de vaart der volkeren. Koning Willem III is dan aan het bewind en er worden onder zijn regering spoorwegen aangelegd, wegen aangelegd, de hele infrastructuur gaat op de schop, kanalen komen er, nieuwe sluizen, maar ook kerken, gemeentehuizen enzovoorts. En men probeert Nederland daarmee op te stoten in de vaart der volkeren. Dat pakt niet voor alle delen van ons land even goed uit.
Ik zit hier in het centrum van Nieuwe Sint-Joosland samen met Piet Smalleganger. Hij is historicus en hij heeft het leven van Johan Willem Meinhard Schorer bestudeerd. Zo mag ik dat toch wel zeggen, Piet? Ja, dat mag. Want het is zo, ik zit in een werkgroep Stadsgeschiedenis Middelburg. Ja. Daarin zitten wijze, om niet te zeggen eigenwijze lieden, die altijd moesten zoeken naar een gemeenschappelijk onderwerp. En we zijn nu de laatste, zeg, 2 jaar bezig geweest met de burgemeester van Middelburg in de 19e eeuw. En jij hebt die Schorer gekozen? En ik heb die Schorer gekozen. Hij is hier vrij jong begonnen, hè, als burgemeester in Nieuwland? Ja, 25 jaar was hij. Dat is nog heel jong. Ja, ja. Nieuwe Sint-Oostland was zijn eerste plaats en Arnhem-Muiden zijn tweede, ja. En daarna Middelburg? En daarna Middelburg. Dus steeds een trapje hoger? Ja. Heb je kunnen vinden, Piet, wat voor soort persoonlijkheid het was? Wat was het voor iemand, die Schorer? Als ik dat heel kort zou samenvatten, zou ik zeggen, hij was een amabele regent. Hij was in de persoonlijke omgang bijzonder vriendelijk, ja, prettig, behulpzaam, sociaal. Maar als burgemeester wilde hij per se dat hem de eer toegebracht werd die een burgemeester toekomt. In zekere zin stond hij dus op zijn strepen, maar ja, dat was wel typerend voor die tijd, hè? Ja. Ja, zeker denk ik. Als je bestuurder bent als je van adel bent, dan, want hij was jonkheer, dan is het inderdaad zo dat men de plaats kende die men toekwam. Mm. En dat de adel veel functies beoefende, althans als burgemeester, kwam ook natuurlijk omdat burgemeesters slecht werden betaald. Ja, ja. En dus moest men eigenlijk over eigen geld beschikken, wilde men die functies beoefenen. Dat is de reden, denk je? Dat denk ik wel, ja. 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 In zijn Nieuw- en Sint-Joost-Landse en Arnhemuidse periode, om het zo maar te zeggen, gebeurde er niet zo heel veel, denk ik. Maar hij werd in, wat was het? 1871 werd hij burgemeester van Middelburg. En daar gebeurde wel het een en ander, hè? Ja, hij viel bij wijze van spreken midden in de feesten. Want de aanleg van kanaal en de spoorlijn was afgelopen. Mm-hmm. En dat moest dus met een groot feest worden bekroond. Ja. En verder heeft hij, omdat hij dus ook nog gemeenteraadslid was, is hij lid geweest van verschillende commissies die zich bezig hebben gehouden met belastingen, financiën. Maar hij betekende wel wat voor die stad? Zonder meer. Ze vonden het ook erg jammer toen hij in 1879 wegging. Want ja, het probleem met Middelburg in de jaren 70 was eigenlijk dat ze meenden dat door de aanleg van kanaal en spoor de vroegere welvaart zou terugkeren. En de vroegere welvaart, dan denken ze aan de 17e eeuw? 17e eeuw, de tijd van de West-Indische Compagnie, van de Oost-Indische Compagnie, de Commerciecompagnie. Toen schepen aan- en afvoerden, onder andere bij Nieuw- en Sint-Joostland. Mm-hmm. En Middelburgs welvaart zou terugkeren. Ja, het probleem uiteindelijk is dat Middelburg ligt in de periferie, hè? Ja. Het had geen achterland. In die tijd zeker? En die, ja. Ja. En dat betekende dus dat hij voor de stad een hoop betekend heeft. De zaak is behoorlijk opgebouwd, ook het onderwijs. Ja. Maar de welvaart die ze in de 17e eeuw gehad hebben, die is niet teruggekomen. Die kwam niet meer terug. Althans niet in zijn periode. Ondanks Schorer? Ondanks Schorer, dat is wel jammer, ja. Ja. We zitten hier natuurlijk niet voor niks, Piet, want hierachter stond het oude gemeentehuis, hè? Ja. Even een vraagje daarom over zijn politieke opvattingen. Kun je daar wat over zeggen? Hij was liberaal. Uitgesproken liberaal. Een aanhanger van Thorbecke, mm-hmm, met de scheiding van kerk en staat. Precies. En praat je over de kerk, daar moest hij ook niet zo gek veel van hebben. Oh. Want dat hangt waarschijnlijk samen met een soort conflict situatie met zijn moeder. Mm-hmm. Zijn moeder was een volgelinge van Kolbrugge. Ja. En Kolbrugge was een Luthers predikant in Amsterdam die graag gereformeerd wilde worden. Mm-hmm. Maar de gereformeerde kerk wilde hem niet, want hij was te theocratisch. Hij was bij wijze van spreken Calvinistischer dan Calvijn. Ja. Aha, dus hij had met zijn moeder eigenlijk een religieus conflict, zeg maar. Ja, hij weigerde zelfs om bij de doopdienst van zijn oudste kleinzoon te komen. Oh, dat gaat toch wel ver. Ja. Maar goed, dat is dan weer een onvermoede kant van een amabele man, heb je gezegd. Ja. Maar in dit geval kon hij toch ook wel onverzoenlijk zijn? Ja, ja. Voor het vervolg van het verhaal van Johan Willem Meinhard Schorer moeten we zelfs de provincie uit. Na Nieuwe Sint-Joostland, Arnhem-Muiden en Middelburg moeten we naar Haarlem.
We zijn inmiddels in Haarlem aangekomen en we zijn vlak bij de ambtswoning van Johan Willem Meinhard Schorer. En iemand die daar alles van weet, dat is Luwe Zootsma, de directeur van het Noord-Hollands Archief. Hallo Luwe. Peter, welkom in de provincie hoofdstad van Noord-Holland. Dankjewel. Ja. Nou, dit is het pand, hè? Absoluut. Dit is het pand waar Johan Willem Meinhard Schorer gewoond heeft. Hij ging niet zo heel graag naar Haarlem, geloof ik, hè? Dat klopt. Hij heeft zijn bedenkingen gehad. Niet om de stad Haarlem, denk ik, maar omdat hij het ontzettend naar zijn zin had in Middelburg. En omdat de familie Schorer, hoe kan het ook bijna anders, zou ik zeggen, eigenlijk toch wel verknocht was aan het Zeeuwse en aan het Middelburgse. Mm-hmm. Maar hij heeft het als een plicht gezien dat hij moest gaan. En als zodanig zit dat ook wel in de aard van de familie Schorer, ja, dat ze altijd het plichtbesef hoog in het vaandel hebben gehad. Er wordt geroepen en zij gaan. Zo is het. Zij volgen. Zo is het. En zal ik jou volgen naar het Noord-Hollands Archief? Dat is Want goed. Dat is hier vlakbij, hè? Ja, dat is om de hoek. Ja, nou, dat is prachtig. Ja. Gaan we eens kijken wat voor stukken daar nog zijn over Schorer. Nou, dat is hem dan, hè? Dit is Johan Willem Meinhard Schorer, Peter. Helemaal ten volle uit. Prachtige tekening uit de Provinciale Atlas. Mooie tekening, ja. Uit 1897. Wat was het nou eigenlijk voor iemand? Dat wil zeggen als commissaris van de koning en koningin. Een plichtsgetrouw figuur, dat mag je eigenlijk wel stellen. Dat hadden we al geconstateerd over het feit dat hij heel plichtsgetrouw op verzoek van het kabinet Haarlem toe ging en commissaris des Konings werd. Ja. Maar ook in zijn ambtsuitoefening was hij zeer plichtsgetrouw. En het was echt een man van recht en orde. Mm-hmm. Het was een conservatief liberaal. Ja. Als zodanig heeft hij, toen hij aankwam in 1879, het natuurlijk niet zo moeilijk gehad. Mm-hmm. Maar dat veranderde allengs in de 80er jaren. Met de sociale onrust die er kwam in Noord-Holland. En dan moet je met name ook denken aan een stad als Amsterdam. Altijd een roerige stad, hè? Altijd een roerige stad geweest. Ja. Daar ontstond door de economische crisis van de 80er jaren een hoop onrust. De palingoproer hebben we gehad. Die met politie en justitie en inzet van marechaussee is neergeslagen. Maar die diepe indruk gemaakt heeft. En als zodanig was Johan Schorer was echt iemand die ook bij de minister van Binnenlandse Zaken voortdurend aandrong op het handhaven van recht en orde. Orde moet er zijn. Zo is dat. Ja. Ja. Is er verder nog iets over hem te zeggen? Ja, want naast dat hij eigenlijk pal stond voor de uitoefening van zijn functie, heeft hij ook nog tijd gevonden om andere dingen te doen. Mm-hmm. Zoals? Zo heeft hij bijvoorbeeld een heel belangrijk standaardwerk over de Noord-Hollandse waterschappen en dijken, afkomstig van Hoekstra Azoon, heeft hij kans gezien om helemaal te herzien en te updaten. Het is toch een beetje Zeeland weer, hè? Die water en zo. Precies. En, daar ging zijn belangstelling eigenlijk ook naar uit. En hij was bijvoorbeeld voorzitter van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Oh. Een zeer geziene genootschap wat zich bezighield met beoefening van de geschiedenis van de wetenschap. Mm-hmm. En hij heeft in meerderlei opzicht heeft hij van zich doen spreken. En hij heeft zich tegelijkertijd ook nog gemanifesteerd als een beminnelijk persoon. Ja, dat is natuurlijk ook dus belangrijk. Een heel veelomvattend iemand. Ja. Hij komt in 1879, dat wil zeggen in 1879 wordt hij benoemd. In 1880 begint hij en hij vertrekt in 1897, hè? Ja, in 1897 weer krijgt hij een oproep, wordt hij eigenlijk min of meer gevraagd. Maar nou ook min of meer gedwongen om toch maar die plicht te volgen. En die plichtbetrachting te betrachten. En dat is dat hij vicepresident wordt van de Raad van State. En hij gaat weer. Hij gaat weer. Het Binnenhof in Den Haag. Wie kent het niet? En in de gebouwen schuin achter mij zat ten tijde van Johan Willem Meinhard Schorer de Raad van State. Nu heeft de Raad van State nog steeds zijn kantoren in dit complex.
Maar wij gaan naar de Kneuterdijk, want daar hebben we namelijk een afspraak met de heer Donner, de vicepresident van de Raad van State tegenwoordig, want ook daar hebben ze hun kantoren. We zijn te gasten op uw werkkamer, meneer Donner. Een prachtige kamer, maar dit was niet de kamer waar meer dan 100 jaar geleden de heer Schorer zat, hè? Nee, toen zat de Raad van State, was eigenlijk nog helemaal geconcentreerd op het Binnenhof. Had daar als raadzaal de ruimte waar nu de rookkamer van de Tweede Kamer is ingericht. En daar was ook de kamer van de vicepresident. De gebouwen hier aan de Kneuterdijk, die zijn betrokken sinds de jaren 70. Is de functie die u bekleedt, is dat nou een andere dan die de heer Schorer bekleedde? De functie was hetzelfde. De inhoud van de functie verandert eigenlijk met ook de veranderingen die er binnen de opbouw en het functioneren van de staat zijn in die tijd. Nam daarin de koning een veel centralere rol. Derhalve zult u zien dat de heer Schorer in zijn activiteiten veel meer gericht was op het functioneren van koningin Emma en koningin Wilhelmina. Maar in de loop van de tijd zijn de verschillende actoren in het politieke proces zijn verschoven. Dat is minder de koning geworden, meer de regering geworden. En in die ontwikkeling zult u ook zien dat het functioneren van de Raad van State mee ontwikkelt. In die zin is de Raad van State al 500 jaar jong. Ze noemen het wel eens de onderkoning van Nederland, hè? Voelt u dat ook zo? Nee, dat is een benaming die in de tijd inderdaad van 1814 met Van Hogendorp is ontstaan. En de basis daarvoor is dat in de situaties dat niet duidelijk is wie koning is, of er een koning is, dan vervult de Raad van State de koninklijke waardigheid. Dan worden wetten ondertekend door de Raad van State en dus door de vicepresident. Dus in theorie kunt u het land besturen? Heel kort. Heel kort. In de 200 jaar is het maar een paar dagen voorgekomen bij het overlijden van koning Willem III, toen er op dat moment nog geen regent was aangewezen. Aha. Dus toen was het wel duidelijk wie de koningin was, maar die was nog minderjarig en die kon dus nog niet de koninklijke waardigheid bekleden. En koninklijke waardigheid in dit geval betekent handtekeningen zetten. Handtekeningen zetten, oh ja, belangrijk. Schorer kwam uit de familie van juristen, daar komt u ook. Dus het is meestal een jurist die voorzitter is van de Raad van State. Maar hij was ook betrokken, net als u, bij een troonsbestijging van Wilhelmina en bij die van Willem-Alexander. Dat het juristen zijn hangt sterk ook samen met de taken van de Raad van State. Dat is in de eerste plaats het adviseren over wetten en algemene maatregelen van bestuur die worden ingediend door de regering. Dat is ook met name is dat het bekijken op de verenigbaarheid met Europees recht, de constitutie, met of het behoorlijke wetgeving is. Tweede belangrijke taak van de Raad van State is vanouds ook geweest het oplossen van geschillen van bestuur. Wat is ontwikkeld in de rechtsbescherming tegen beschikkingen van de overheid. Derde functie is inderdaad het adviseren van het staatshoofd met betrekking tot constitutionele vragen in een periode van kabinetsformaties. Kortom,
Dat heeft allemaal toch een zekere juridische ondertoon ook. Dus in die zin is het niet vreemd dat daar juristen voor gekozen worden. Het is zelfs logisch. Ja. Nou, en de betrokkenheid bij de troonswisseling ligt vast in de grondwet. In die zin dat de vicepresident is één van de autoriteiten die de akte van abdicatie moet ondertekenen. Althans, aha, die dus getuige moet zijn van de verklaring dat de vorst, althans de koning, afstand doet van de troon. Mm-hmm. Daarnaast, als in de tijd van Schorer, er natuurlijk ook het hele punt dat de troonswisseling plaatsvond van een regent naar een heel jonge koningin die 18 jaar was. Ja. Dus zijn betrokkenheid bij het functioneren van de koning was al veel groter dan in de huidige tijd en de situatie was ook zeer uitzonderlijk. Hoe word je eigenlijk vicepresident? Sinds 2010 bepaalt de wet dat er advertenties geplaatst moeten worden. Mm-hmm. Na mijn benoeming is er ook van de zijde van de ombudsman aangegeven dat dat wellicht voor de functie van vicepresident een minder aangewezen route is. Maar in de kern gaat het erom dat je gevraagd wordt om te solliciteren. En door wie wordt u dan gevraagd? Door de minister-president? Dat zal in discussie in het kabinet, maar dat hangt ook af van welke mensen zich aandienen. Het is niet een kwestie dat er eerst gevraagd wordt en dan een procedure met advertentie wordt mm-hmm. gevoerd. Nee, er is een procedure met advertentie, daar heeft de wetgever voor gekozen. En dan kan het wel zijn dat sommige mensen gevraagd worden om daarop te solliciteren. Maar hoe was dat vroeger dan? Vroeger was dat geheel anders, maar het blijft benoeming van de vicepresident, een verantwoordelijkheid van het kabinet. Het is dus een voordracht van het kabinet aan de koning. Ziet u nou regelmatig de koning? Veel minder dan in de tijd van Schorer. Want dat hangt samen met de veranderde rol van de koning in het functioneren van het staatsbestuur. Maar ik zie inderdaad, de koning regelmatig. Is deze functie eigenlijk aan een bepaalde termijn gebonden? Die is aan het leven verbonden. Je wordt benoemd voor het leven omdat het een onafhankelijke functie moet zijn. Tegelijkertijd heeft de wetgever dat leven wel beperkt tot 70 jaar. Dat betekent dat u toch een paar jaar nog in functie blijft? Ik heb nog een aantal jaren te gaan. Ja. Met alle pensioenleeftijden die aan het schuiven zijn, weet ik ook niet of de leeftijd van 70 jaar in steen gebeiteld is. We waren in Den Haag en dat was heel interessant, maar uiteindelijk liggen de roots van de familie Schorer natuurlijk hier in Zeeland. En we zijn bij het Middelburgse stadhuis aangekomen, waar heel wat voetstappen van die familie liggen, want heel veel leden van de familie waren immers bestuurder. En met twee mensen van de familie Schorer ga ik binnen praten. Het Middelburgse stadhuis is natuurlijk een mooie ambiance om te praten over de geschiedenis van de familie Schorer. En ik doe dat met de heer David Schorer en met zijn zoon François Schorer. Heren, hoe voelt dat nou om af te stammen van iemand als Johan Willem Meinhard Schorer? Ja, het is niet dat je daarmee met de paplepel wordt ingegoten. Maar wanneer je eenmaal in Leiden studeert, dan kom je de naam Schorer geregeld tegen. En ook de naam van JWM komt misschien ook nog wel eens ter sprake even. Dus het is pas eigenlijk op latere leeftijd dat je iets begint te voelen van die afstammeling. Ja, want hoe is het, geldt dat voor u ook, zo'n voorvader? Er zijn een aantal overeenkomsten. Te beginnen heb ik ook rechten gestudeerd, wat hij ook heeft gestudeerd. Hij in Utrecht, ik in Leiden. Mm-hmm. Maar dat was in die tijd ook wel een traditie dat de Schorers of naar Utrecht of naar Leiden gingen. Ja. Vaak wisselend. Ja. Ja.
En ik voel zelf een hele persoonlijke band met Zeeland in Middelburg. Ik ben in dit stadhuis getrouwd. Ach, dat is een hele persoonlijke band. Ja, een hele persoonlijke band in 1993. En ik heb later, toen ik net afgestudeerd was, heb ik ook nog een steen bij Café Kanaalzicht. De Reutel heet dat nu. Ja, ja, ja. In de volksmond heb ik een steen onthuld boven de steen van mijn bedovergrootvader, JWM. Die toen die huizen werden gebouwd, een steen heeft gelegd. Dat is helemaal een leuke band. Jullie hebben allebei een steen in hetzelfde gebouw ingemetseld. Ja. Adeldom, van adel zijn, is dat nou een lust of een last? Ja, ik denk je zou een lust kunnen noemen als je een beetje kunt voldoen aan de eisen die adeldom stelt. Namelijk dat je een beetje, laten we zeggen, iets betekent in de samenleving. Mm-hmm. Dat je ook een zekere welstand kan leven. Dat waren eisen die toen heel streng waren natuurlijk, ja. Nu veel minder. De rol van de adel is uitgespeeld. Mm-hmm. Ook de titels zijn eigenlijk van veel minder belang. Maar ja, kijk, als je een rouwadvertentie zet, dan doe je die al met titels en alles. Met alle erbij. Titels erbij, ja, dat is en dan waar. Staat ja, het goed ja, 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 dat ja, je ja, op die manier ja, ja, overlijdt. Ja, ja, ja. En geldt dat voor u ook? Ik zit even te denken, maar voor mij is het neutraal. Ik heb wel, als ik in Zeeland ben ik wel, voel ik wel een zekere trots en verbondenheid met de naam Schorer. Mm-hmm. En provincie Zeeland en Middelburg. Mm-hmm. Ik ben daarnaast ook, ik heb ook een meester- en rechtentitel, daar heb ik ja. zelf voor gewerkt. Ja, en dat andere is aangeboren natuurlijk. Andere is ja. aangeboren, ja. daar heb ik ja. iets voor hoeven doen. Ja. En er zit een zekere, niet een lust of last, maar je moet wel een zekere noblesse oblige, je moet van onbesproken gedrag zijn. Je moet je netjes gedragen, als je misdraagt dan zijn ze, hoe kan dat nou? Hij is van adel, dus... Daar zit wel zeker, maar dat gaat eigenlijk vanzelf. Dat zit ook in de opvoeding, met normen, heeft meer met normen en waarden te maken. Ja. Ik denk, als we nou in Middelburg hadden gewoond, dan hadden we een zekere last gevoeld. Maar in de rest van het land is de naam Schorer vrijwel onbekend. Ik heb gestudeerd in Leiden en ik ben in Arnhem op het gymnasium geweest. En daar was ik gewoon, meneer Schorer, niks aan de hand. Ons verhaal is ten einde en we hebben een hoge positie opgezocht hier op het dak van het waterschap Scheldestromen. Een hoge positie hadden ook de beide hoofdrolspelers, Jacob Hendrik Schorer en Johan Willem Meinhard Schorer. Ze waren bestuurder, maar ze waren bovenal integer. En die integriteit strekt ten voorbeeld van bestuurders van alle tijden.